Willem Kieft. Goed weggedraaid. Kieft. Rotter. Zak. Het is de vijfde wedstrijd van dit Oostenrijkse team onder leiding van Ernst Happel. Twee verloren, één gewonnen, één gelijk. Schot naast van Jan Wouters. Had zich de situatie bij Bayern München wat anders voorgesteld. Knoppen, die worden hersteld bij Oglies. En dan komt er zo'n vervelende scheidsrechter zeggen dat dat niet mag. Een vriendschappelijk duel. Wie stoor je dan? Danny Blind. John van Schip. Daar komt Jan Wouters. Wouters mag komen. Ruud Gullit beweegt. Jan Wouters gaat door. Paas naar Wim Kieft. Houdt de bal goed in. Wim Kieft. Aaron Winter. Mislukt schot. De uitbraak van Herzog. Mooi hersteld. Aaron Winter. Vrijgespeeld. Brian Roy houdt de bal in. Roy kijkt. Kubauer, zwakke paas. John van Schip. Buitenland. Hoekschop. Witsje gaat de hoekschop nemen. Naar de bal. Vervanging van de Oostenrijkse doelman. Consul door nummer 21. Knaller. Zeker niet slecht gekiept doelman Consul. Knaller wordt geconfronteerd met een indraaiende hoekschop. Consul naar de cabine. Herzog. Van Aarle. Oglies. Rugdekking Danny Blind. Een hele zorgvuldige laatste man. Winter en Hartman. Ruud Gullit. Porsche van Schip. Porsche. Polster van Aarle. Zak. Oglies. Ligt er goed tussen. Bauer. Bauer. Dat is bijna een kansje bij Polster. De paas was van Herzog. Goed het. Brian Roy. Achter van Tichelen. Van Aarle. Op de man af en dan naar Danny Blind. Naar John van Schip. Verkeerde timing van Brian Roy. Streeter gaat eruit. Hij wordt vervangen door nummer 13. Prosenik. Thank you.
4 vervangingen tot nu toe bij Nederland en 2 bij de Oostenrijkers. Posch is erin gekomen. Nederland werpt in. Danny Blind moet terug. Ik wil dat Nederland de aanval kiest. De bal bij Jan Wouters. Brian Roy. Witsje. Witsje van Aarle. Van het schip. Bal van richting veranderd, hoekschop. Dan gaat Polster nummer 9 alweer snel naar achteren. De beste kopper. Waarom iedere keer Robby Witsje de bal van de rechterkant moet nemen? Ik weet dat niet. Want dit had Schip natuurlijk ook kunnen doen, John van het Schip. Gullit. Gehinderd door Polster. Doeltrap. Witsje, Ruud Gullit, Polster hindert hem op het goede moment. Doelman Knaller, de invaller. Rotter. Rotter zit in de problemen. Ja, mooi. Zak. Danny Blind. Blind. Wouters. Bijna een misser. Zo'n bal dwars spelen achterin, dat is heel erg gevaarlijk. Kieft. Mooi gewacht op John van Schip. Van Schip en Posch. Goed, Gullit. Gullit. Komt naast. Kieft komt er niet bij. Moeilijk om Gullit in de lucht te pakken. Groot, sterk. Springt goed. Verdedigers Blind, Van Tichelen, Van Aarle is de derde. Herzog. Winter. Gullit. Gullit. Gullit zak. Gullit er nu uithalen. Juist. Sterk werk van Ruud Gullit. Maakt een fitte indruk. Goed afgetraind. Zak. Weggespeeld van de rand van de 16 meter naast. Stand nog altijd 2-1 voor Nederland. Kieft. Winter mooi. Binnen doorgespeeld John van Schip. Komt Gullit niet bij. Weggekopt door Prosenik. Plus voor Koeman zit erop. En voor Frankrijk uit. De oude Rob Ernst Happel. Kijk naar een ploeg. Niet geweldig is gezegend met kwaliteit zijn Oostenrijkse team. Rotter, Kieft, Knaller.
Berry van Eyre. Het publiek wil wel. Het Nederlands elftal komt niet echt los. Witschke. Lichaam ertussen van Willem Kieft. Inworp Nederland. Witschke. Kieft. Op voor zijn man uit. Dat is de specialiteit van Willem Kieft. Voor de man uitkomen en dan de bal slim inkoppen. De hoek was te moeilijk deze keer. Van Tichelen. Geen problemen achterin voor Nederland. Ook niet met de gewisselde achterhoede. Blind voor Ronald Koeman. Van Aerle. Willem Kieft wacht iets te lang. Hartman. Sjak. Weer eens terug naar de doelman. Bergkamp hadden we in beeld. De man die de tweede goal maakte voor Nederland. Blind Jan Wouters. Uitermate zwart van Zak. Winter. Jan Wouters. Ruud Gullit. Brian Roy. Langs de man. Brian Roy. Half langs de man. De voorzet. Pas al achter. Nee, beslist de grensrechter. Hoekschop. Zou nu en dan een sprankje gevaar bij Nederland als de vleugelspelers worden ingeschakeld. De echte druk, het echte fanatisme, dat is er zeer beslist niet. Witschke. Alle indraaiers tot nog toe hadden geen enkel effect. Roy, Ruud Gullit. Gullit ineens, mooi! Dat zou schitterend zijn geweest. Brian Roy zag Ruud Gullit in de diepte vrijstaan. De volley, bal op maat, over de verdediging heen in de ruimte. Heel moeilijk te nemen, toch goed gedaan. Brian Roy speelt een goede wedstrijd. Berry van Aerle, één foutje waardoor de tegengoal kwam. Voor de rest weer uitermate betrouwbaar. Jan Wouters. Herzog, aangepakt door Danny Blind.
is de bal in Jan Wouters. Brian Roy. Roy alleen. Roy van Schip. Iets te laat gespeeld. Bijna van Schip die goed doorgaat. Gestrekt been. De kleine Brian Roy aan de bal is gevaarlijk. Van Schip kwam actief en goed naar binnen. Ogris, gestrekt been, vrije trap voor Oostenrijk. Frank de Boer komt erin voor Brian Roy. Vijfde wissel aan de Nederlandse kant. Daar moet het maar bij blijven, vind ik zo. Anders wordt het een beetje al te gek. Witsch is allemaal wat naar voren en naar buiten schuiven op links. En de Boer achterin. Herzog Polster. Dat wordt de vrije trap. Ogris. Danny Blind. Kieft en Rotter. Kieft wacht. Prosenik staat goed opgesteld, de nummer 13, invaller. In het bronsgroen Eikhout wordt nu gespeeld. Porsche gaat eruit, de invaller Porsche. Porsche wordt vervangen door Vleubel. Of dat op een vrijwillige basis gebeurt, dat weet ik niet. De man zal toch geblesseerd zijn, neem ik aan. De invaller wordt vervangen. Vleubel. Danny Blind. Wouters. Witsche. Frank de Boer. Van Schip vindt Aaron Winter. Winter. En Jan Wouters. Dit gaat gemakkelijk. Wouters, Ruud Gullit. Gullit kieft achter de man gespeeld. En op links gaat Rob Witsche te vlug naar binnen. Winter. Aaron Winter, Jan Wouters. Frank de Boer. De Boer. Ogris. Ogris voor Oostenrijk. Het publiek wil dat het Nederlands elftal jaagt. Ja, Van Basten, Koeman, Rijkaard hebben een jaartje achter de rug. Zeer succesvol. Kampioen van Italië worden, Europa Cup 1 winnen, dat is niet niks. Kubauer. Danny Blind. Van Aarle vrij. Oostenrijk doet is onmiddellijk terugzakken met het hele elftal achter de bal op. Polster na is daar een beetje te lui voor de nummer 9.
Frank de Boer. Wouters. Tussen de benen door. Nu. Winter. Van Schip. Van Schip. Hartman. Slechte voorzet. ...25 minuten gespeeld in de tweede helft. Echte grote kansen zijn er voor Nederland niet geweest, behalve wellicht die bal van de Ruud Gullit. Schot uit de voorzet van Feyenoord. Happel wil dat die ploeg een klein beetje naar voren kruipt. Kieft. Van Aerle. Van Aerle, geen mensen vrij. Kieft. Frank de Boer. Overtreding. Overtreding van Kubauer. Uitermate rustige scheidsrechter. Bruno Larsen. Gullit, invaller, doelman, knaller, stelt een uur op, Polster krijgt geel. Buiten beeld loopt ook Wim Jonk zich nog warm. Gullit gaat het proberen van hele grote afstand. Wim Jong, ex-Volendammer, Ajax ziet. Gave techniek, prima schot. Mag misschien dan toch nog zijn debuut maken. Kubauer. Polster. Blind overtreding van Polster. Jongen, Dennis Bergkamp. Maakt een goede goal. De tweede voor Nederland. Maar door Polster met de 2-1. Nederland moet nog wat doen. Frank de Boer. Herzog. Oglies. Dat is een aardig 1-2'tje. Daar gaat Oglies. Oglies is snel. Overtreding. Danny Blind. De Zeeuw niet buitensporig groot, maar rap en sterk hoor. Roseniek, Polster. Van Tichelen zit erbij. Dat gebeurde in de eerste helft één keer niet. Het was gelijk raak. Hans van Breukelen organiseert. Bal lang onderweg. Gullit. Wim Kieft. Geen mensen in het centrum. Dan wordt het even schuiven in de breedte. Van Aerle. Bijna een half uur gespeeld. 2-1. Wim Kieft.
met de Rotter. Hartman. Ogris. Jan Wouters. Het huisorkest. Orkest. We proberen er nog een beetje gang in te brengen. Te scherp voor Aaron Winter. Nummer 19. Zes wissels inmiddels bij het Nederlands elftal. Ja, dat bevordert natuurlijk het niveau van de wedstrijd beslist niet. Kubauer. Mooi voor de bal opgezet. Gullit. Het ook. Ogris. Danny Blind. Totaal andere voetballer natuurlijk dan Ronald Koeman. Speelt heel heel effectief. Berry van Aerlen. Wim Jonk. Jonk heeft een fluweel lepaas in de benen. Gullit. Zak. En Van Schip. Frank de Boer. Wim Kieft met de Rotter. Knaller. Ruud Gullit hield in.